In een vorige video heb ik u laten zien hoe de verkeerslichten artikel 5095 van Viessmann kan aansluiten. Nu heb ik ze op de baan gemonteerd. Dat heb ik gedaan met behulp van een 4 mm boordje door aan weerskanten van een zebrapad een gaatje te boren, zodat ik de verkeerslichten daarin kan plaatsen. De verkeerslichten heb ik aangesloten op mijn Viessmann kastje 5550. Met behulp van deze schakelaar kan ik de verkeerslichten inschakelen. En als deze schakelaar onderbroken is, werken de verkeerslichten automatisch. Als ik de schakelaar omzet, is de blauwe draad van de verkeerslichten doorverbonden en kan ik de verkeerslichten met de hand bedienen. Met de hand bedienen doe ik met behulp van een Viessmann kastje 5547. Door op deze knop te drukken kan ik de verkeerslichten van groen naar rood laten gaan. Druk ik weer op de knop, dan gaan de verkeerslichten weer naar groen. Als ik deze knop omzet, gaan de verkeerslichten geel knipperen. Als ik de verkeerslichten weer automatisch wil laten werken, moet ik deze knoppen weer terugzetten. De auto stoppen met behulp van de IREMINI. De IREMINI kan je het beste boven de baan bevestigen. Dat heb ik hier gedaan. En dan kan ik daar een huisje overheen zetten, zodat je de IREMINI niet meer kan zien. Door de IREMINI aan de bovenkant van de baan te zetten, kan ik hem makkelijker aansluiten op de computer om de IREMINI te programmeren. Ik heb hier de draden voor het geel laten knipperen van de verkeerslichten hier iets anders aangesloten dan in mijn vorige videofilm. De weerstand van 100 ohm die heb ik hier aan het zwarte puntje bovenaan verbonden. Deze loopt naar de Viessmann 5550 en als ik, nu is hij onderbroken, als ik de schakelaar hier omzet, dan loopt hij hier door naar onder waar dat blauwe driehoekje is. En dan gaan de verkeerslichten geel knipperen. Als ik de schakelaar terugzet, dan gaan de verkeerslichten weer automatisch werken. De IREMINI artikel 8403 heb ik zo aangesloten. De blauwe draad heb ik hier aangesloten. En de blauwe draad die loopt dus rechtstreeks hier naar het blauwe driehoekje. De andere twee draden van de IREMINI, de bruine en de gele, die sluit je dus rechtstreeks aan op de Viessmann Travo 5200.
deze draad van deze schakelaar is verbonden met het kastje 5547. En nu is die onderbroken en deze gaat rechtstreeks naar de bruine draad van de trafo 5200. Deze heb ik allemaal gekoppeld hier aan het kastje 5547, maar al deze draden gaan rechtstreeks naar de trafo. Nu is de stroom onderbroken en de verkeerslichten werken automatisch. Zet ik de schakelaar om. Dan gaat de stroom hier van de bruine draad door naar het kastje van de Viessmann 5547. En dan kan ik dus de verkeerslichten met de hand bedienen. Deze schakelaar is onderbroken. Nu staan de verkeerslichten uit, maar als ik dus deze naar voren haal, dan is de verbinding hier tot stand gekomen en daardoor gaan de verkeerslichten werken. Ik kan dus met deze schakelaar de verkeerslichten aan- en uitzetten. Dat heb ik zo gemaakt dat de bruine draad van de verkeerslichten deze bruine draad die loopt dus naar deze schakelaar en als ik dus die omhaal is die doorverbonden met de bruine draad naar de trafo toe. Met behulp van de Viessmann 8401 kan ik de IRE Mini op de computer aansluiten. Dat doe ik op deze manier. Hier zit een groen merkteken en ik steek de stekker op deze manier in. Nu moet ik alleen nog de USB-kabel in de computer steken. Omdat de computer niet bij de demobaan staat, gebruik ik een USB-verlengkabel naar de computer. De IRE Mini heb ik aangesloten op de computer. Bij beschrijving heb ik verkeerslichten ingevuld. Als ik op infraroodbevel klik, kan ik bij grondbevel aanhalten selecteren. Dat is als de blauwe kabel aangesloten is. Wanneer de blauwe kabel onderbroken is, daar heb ik ohne bevel aangeklikt. Dat zijn alle instellingen die je nodig hebt om de auto's te laten stoppen voor de verkeerslichten. Als ik deze schakelaar nu omzet, dan kan ik met behulp van het kastje 5547 de stoplichten met de hand bedienen. Ze staan nu op groen. Ik druk één keer op deze knop en dan gaan de verkeerslichten naar rood. De auto's stoppen nu voor de verkeerslichten.
en ze blijven net zo lang stilstaan totdat ik weer op deze rode knop druk. En dan gaan de verkeerslichten weer naar groen en de auto's gaan weer rijden. Zet ik nu deze knop naar voren, dan is de stroom hierdoor verbonden en gaan de verkeerslichten geel knipperen. De auto's rijden dan langzaam door. Ik zet nu de schakelaar weer terug van de handbediening. En ook deze schakelaar zet ik weer terug, zodat deze stroom onderbroken is. En nu gaan de verkeerslichten weer automatisch werken. Ik heb hier aan de onderkant van het wegdek, hier aan de zijkant, een magneet gezet met de zuidpool naar boven, waardoor de auto afremt als hij hier aankomt rijden. Als het verkeerslicht dan op rood staat, dan wordt hij hier gestopt door de Eremini. Ook aan de andere kant heb ik hier in het wegdek een magneet gezet met de zuidpool naar boven, waardoor de auto afremt. Als het verkeerslicht op rood staat, dan wordt hij hier gestopt door de Eremini.